Goedenavond. Voetgangers en fietsers hebben kruispunten in Vlaanderen en Brussel bezet. Ze voeren actie voor meer veiligheid in het verkeer. Vandaag de dag in de stad neemt de auto zoveel ruimte in, zorgt voor zoveel ongevallen. En met fietsers, ik denk dat we 10 keer zo weinig plaats innemen en 10 keer zo weinig ruimte hebben. Dus vandaag willen we oproepen om meer ruimte en meer veiligheid voor de fietsers. In Brussel worden nu ook in grote winkels coronavaccins aangeboden om meer Brusselaars geprikt te krijgen. Le Carrefour en soi ne me pose pas de problème premier, c'est juste que j'ai vu que c'était qu'un vaccin et que c'était une facilité. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. In Kabul zijn 2 Belgen gewond geraakt. Ondertussen proberen steeds meer Belgen via Pakistan ons land te bereiken. En op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Amazone Michelle Georges een 2e gouden medaille behaald. Het is te gek, echt waar. En dat is eigenlijk het bewijs dat dromen, als je er genoeg in gelooft, kunnen uitkomen. In Brussel en in een 10-tal Vlaamse steden hebben groepen fietsers en voetgangers kruispunten ingenomen. Het is een actie voor meer verkeersveiligheid. Ze eisen niet alleen aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers, maar ook echt actie. In Gent hielden ze het autoverkeer tegen op het drukke kruispunt van de Stadsring en de Nieuwe Wandeling. De bezetting is een initiatief van de Fietsersbond. Het autoverkeer wordt nog te vaak op de eerste plaats gezet, vindt hij. De plannen zijn goed en gaan de goede richting uit. Maar het voornaamste is dat er gewoon genoeg prioriteit gegeven wordt en dat men politiek ook keuzes durft te maken dat autodoorstroming niet langer heilig is, maar dat wel verkeersveiligheid eigenlijk centraal komt te staan en dat je verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers voorop stelt. In Antwerpen klinkt de roep om veiliger te kunnen fietsen en wandelen in de stad luider dan ooit. De voorbije week kwamen er nog 2 zusjes om in het verkeer. Ze werden doodgereden door een vrachtwagen toen ze een kruispunt overstaken. Actievoerders hebben vandaag een ander gevaarlijk kruispunt bezet, dat van de Mercatorstraat en de Plantin en Moretuslei. Iets over 5:30 is het avondspits in Antwerpen. Op dit kruispunt zie je mensen zich op alle mogelijke manieren verplaatsen. Snel en veilig willen ze op hun bestemming aankomen. En dat lukt niet altijd in de stad. Daarom deze fietsblokkade. Ik zie ongeveer in de 40 mensen, 10 mensen ongeveer per hoek in te nemen. Pakt uw fietsje mee. De deelnemers bezetten het kruispunt een 10-tal minuten. Ze vinden dat het stadsbestuur te veel kiest voor een vlotte doorstroming van het autoverkeer. Ik denk dat er nog heel veel parkeerstroken heel onveilig zijn. Plaatsen waar de auto heel snel kan. Verkeerslichten, dat stoort me erg. Waar dat je op een knopje als fietser moet duwen voordat je over mocht. Dan moet je met je wiel al op straat. Zit al bijna doodgereden voordat je aan dat knopje kunt komen. Als je dan een bakfiets zet, dan denk ik nee, het is niet genoeg. Zeker na het dodelijke ongeval van vorige week, waarbij 2 zusjes omkwamen toen ze een kruispunt overstaken, is de discussie over welke plaats elke deelnemer aan het verkeer nodig heeft, weer fel opgeleid. Dat ongeval beroert veel mensen. Gewoon net om het ongeluk, net om het kruispunt waar het ongeluk heeft plaatsgevonden. En dat heeft mij wel echt enorm gepakt. Ik kom van 10 jaar in Amsterdam te wonen, een echte fietsstad. Terug naar Antwerpen komen wonen. En er is nog wat werk aan de winkel. Er is veel verricht, maar er is nog echt veel werk aan de winkel. Ik heb 3 tieners die alleen de weg naar school doen. Dus het is altijd wel spannend dat die heel huids op school en terug thuis geraken. Hilde Mertens in Antwerpen. Ja, in Antwerpen is dat thema veilig fietsen natuurlijk op scherp gesteld met het recente ongeluk. Maar meer fietsen, dat is wel iets waar de stad mee bezig is, toch? Ja, zeker. Antwerpen heeft ambitieuze doelstellingen in de zogenoemde modal shift. Modal shift, dat betekent overstappen van die vertrouwde koning auto, voor heel veel mensen nog altijd, naar een alternatief vervoersmiddel. Dat kan zijn een fiets, een step, stappen, maar dat kan ook op een deelauto of een deelscooter zijn. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om je in een stad te verplaatsen. En Antwerpen heeft de doelstelling om tegen 2030, over 9 jaar dus, de helft van alle verplaatsingen die in en rond Antwerpen gebeuren, nog met de auto te doen. En dus de andere helft moet op een alternatieve manier gebeuren.
Dat kadert allemaal in dat fameuze Oosterweelproject, dat toekomstverbond dat daar is gegaan. Dus er wordt inderdaad wel veel geïnvesteerd. Zo komen er ook 11 kilometer fietspaden bij. Er zijn fietsostrades enzovoort, fietsverbindingen in de stad en tussen de districten, die wel degelijk aangelegd worden. Maar wat ik hier vooral heb opgevangen vanmiddag bij die fietsactie, die demonstratie van de mensen die vinden dat er niet genoeg gaat, is dat er toch heel veel conflicten nog zijn. En de indruk rijst dan wel dat het heel erg in de binnenstad leeft. En dat vraag ik even aan Renaat van Hoof van de Fietsersbond. Ja, meneer van Hoof, klopt het inderdaad dat de ergernissen bij heel veel fietsers in Antwerpen zich vooral richten op die conflicten in de binnenstad, in het stadscentrum? In het stadscentrum komt er natuurlijk heel veel verkeer bij elkaar op een relatief beperkte ruimte. Dus daar is zonder een goed verkeersveiligheidsbeleid ontstaan daar ook de meeste conflicten. Veel conflicten dus. Waar moet er dan volgens jullie het eerst op ingezet worden? Want iedereen eist zijn plaats op. Ook de automobilist wil snel en veilig op zijn bestemming zijn. Maar die roep van de kwetsbare weggebruikers, fietsers, voetgangers enzovoort, die klinkt wel heel luid. Wat moet er eerst gebeuren? Ik denk dat een eerste ingreep die moet gebeuren is de kruispunten conflict vrijmaken. Maar ook moeten we eens grondig beginnen nadenken over de mogelijkheid om met circulatieplannen te zorgen dat bepaalde wegen veel minder druk worden en andere wegen het verkeer concentreren. Ja, dat is altijd mobiliteit. Klopt het dat die roep om die stad leefbaar te maken vooral te maken heeft met je veilig op in de stad te kunnen verplaatsen op een rustige manier? Want ja, het getoeter hier nu is ook wel heel erg luid weer. Die conflicten die zijn niet zomaar 1, 2, 3 weg te werken, hè? Nee, er zijn veel conflicten die niet zomaar heel snel weg te werken zijn. Maar we zijn ervan overtuigd met een echt goed verkeersveiligheidsbeleid dat er heel veel mogelijk is. Maar dat beleid moet verder gaan dan zich gewoon concentreren op hier en daar een kruispunt. Dat moet een algemeen globaal beleid worden. Dank u wel, meneer Van Hoof. Ja, Annelies, dus de roep om echt een heel duidelijk verkeersbeleid klinkt hier wel heel erg luid. De vraag is, wanneer gaat men daaraan beginnen? Of wanneer gaan we van het opgestarte beleid de eerste resultaten zien. Zo is dat. Dankjewel, Hilde. En van Antwerpen naar Brussel, want daar kan je boodschappen doen en meteen ook jezelf laten inenten tegen het coronavirus. Sinds vandaag staat er een vaccinatieteam in en aan enkele grote winkels. Het Brusselse gewest probeert op die manier om meer mensen gevaccineerd te krijgen. Want in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië zijn nog altijd veel te weinig Brusselaars beschermd tegen corona. Een supermarkt in Everen. Je kan hier de komende dagen niet enkel je boodschappen doen, maar je ook laten inenten met het coronavaccin. Reserveren hoeft niet om de drempel zo laag mogelijk te houden. Het Brussels gewest hoopt per dag nog 200 mensen die niet gevaccineerd zijn te overtuigen. Parce qu'il fallait trop se déplacer, il fallait prendre des bus et des métros. Et ça je ne voulais pas parce que les bus et les métros ce sont des nids de. J'attendais le Johnson & Johnson, une dose. Et que dans tous les centres, évidemment, bon, c'était au Wesel, mais bon, il faut aller jusqu'au Wesel ici. Je suis tout prêt, donc ça valait la peine. Vu que c'est une obligation sans lettre, au moins je pourrais être un peu libre et indépendante de faire ce qui me semble bon et de ne pas devoir à chaque fois me préoccuper de faire un test avant, tout ça. Nu worden in Brussel bijna 9000 mensen per week gevaccineerd. Dat moeten 16.000 eerste dosissen worden om de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden. Vooral de groep van twijfelaars blijkt nog groot. En daar denk ik dat we nu ook met dit soort acties, en ik hoop ook met teruggaan naar school en zover, dus vandaar ook via de school dat we heel veel acties proberen te doen, goed uit te leggen wat is dat vaccin, hoe werkt dat, hoe gaan we daarmee om en zo verder. Om eigenlijk op die manier de mensen, ook de leerlingen, maar ook de ouders, heel goed bewust te maken van ook het belang daarvan. De vaccinatieactie loopt als test in 4 grote winkelketens. Het gewest werkt daarvoor samen met Handelsfederatie Comeos. Dus we kunnen gaan naar meer gemeenten, meer ketens. En het is ook mogelijk om buiten Brussel te gaan trouwens. Andere grote steden zoals Luik, Charleroi of ook Antwerpen hebben een lagere vaccinatiegraad. En ook daar zou het mogelijk zijn om deze actie uit te breiden in de komende weken en maanden. Door de lage vaccinatiegraad in Brussel liggen er in de Brusselse ziekenhuizen opvallend veel covid-patiënten op intensieve zorg. Om die ziekenhuizen te ontlasten worden patiënten uit Brussel sinds vandaag naar Vlaanderen of Wallonië gebracht. Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst bijvoorbeeld heeft 4 Brusselse covid-patiënten opgenomen.
Een verpleegkundige maakt zich klaar om een patiënt met COVID te verzorgen op intensieve in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Er zijn 4 zogeheten quarantaineboxen met dubbele schuifdeuren, waarachter de coronapatiënten verzorgd worden. En de 4 boxen liggen vol met mensen uit Brussel. De problematiek stelt zich nu voornamelijk qua hoge bezetting ter hoogte van de Brusselse regio. Wij zijn een deel randgemeente daarvan. Wij liggen aan de rand van het Brusselse. En dat maakt natuurlijk dat wij sneller en als eerste aangesproken worden om COVID-patiënten over te nemen. Ziekenhuizen in de rand rond Brussel nemen de patiënten op, zodat in Brussel zelf de gewone zorg voor niet-coronapatiënten op intensieve kan voortgaan. Bijvoorbeeld voor mensen die na een ingewikkelde operatie op intensieve moeten liggen. Dankzij de solidariteit en de spreiding van deze patiënten zou ieder ziekenhuis toch in de mogelijkheid moeten zijn om alle patiënten de nodige zorg te geven. Opvallend hier ook in Aalst, het zijn vooral niet-gevaccineerden die in het ziekenhuis terechtkomen. Terwijl uit een nieuwe studie van Scienzano blijkt dat vaccinatie wel degelijk goede bescherming biedt. Mensen die volledig gevaccineerd zijn met een vaccin van Pfizer of van Moderna, die hebben na contact met een besmet persoon 74-85% minder risico om besmet te zijn dan ongevaccineerde mensen. Overmorgen gaat het nieuwe schooljaar van start. En na 2 schooljaren die gedomineerd werden door corona en afstandsonderwijs, hebben sommige leerlingen een leerachterstand opgelopen. Al zijn er ook die helemaal geen hinder hebben ondervonden wat leren betreft. De scholen houden zich klaar om uit te zoeken wie achterop is geraakt en om hen bij te spijkeren. Overmorgen staan de stoelen niet meer op de tafels, maar ziet Peter de Bakker zijn leerlingen weer in de wiskundeles. Hij heeft de volledige leerstof gezien vorig jaar, maar hoeveel daarvan is blijven hangen, is de vraag. Ik ga kijken, oké, hoe ver staan we? Ik ga de eerste 2-3 weken een herhaling geven van de leerstof die zij nodig hebben om dit schooljaar succesvol te kunnen volmaken. En dan zien we wel in hoeverre dat ik die herhaling moet blijven geven of hoe snel ik de nieuwe leerstof kan geven. Vorig schooljaar kregen de leerlingen de ene week les in de klas, de andere week volgden ze online les. Tijdens het afstandsonderwijs was het moeilijk in te schatten of de leerlingen de leerstof begrepen. Binnen een klas kan je kijken, begrijpt hij het, begrijpt hij het niet. Op afstandsonderwijs was dat een probleem, want er zaten 17 figuurtjes voor u. En we wisten niet goed aan de mimiek te zien van begrijpt hem het nu, begrijpt hem het niet. In een klas wordt er echt individueel opgevolgd. De leerlingen op deze school hebben waarschijnlijk meer achterstand opgelopen bij de algemene vakken, zoals Nederlands en wiskunde, dan voor de praktijkvakken. Ze halen alles uit de kast om de achterstand weg te werken. Het gebruik van de digitale mogelijkheden, zoals een live sessie op Smart School, is daar heel goed ingeburgerd. Dus dan kan het ook buiten de schooluren gebeuren, wanneer een leerling een live sessie vraagt, dat wij daar ook op ingaan en dat we ook gaan remediëren na de werkuren. De Vlaamse regering maakt geld vrij zodat extra lesgevers ingeschakeld kunnen worden om bij te springen. Maar die leerkrachten moet een school natuurlijk nog vinden. Orkaan Ida is over de Amerikaanse staat Louisiana geraasd. Straks bekijken we wat de schade is. Eerst wat economisch nieuws over de inflatie, want het leven is opnieuw duurder geworden. En daarom stijgen binnenkort de uitkeringen, pensioenen en ambtenarenlonen. In september al gaan de sociale uitkeringen en de pensioenen met 2% omhoog. In oktober stijgen de lonen van het overheidspersoneel met 2%. Dat het leven duurder is geworden, heeft vooral te maken met de gestegen energieprijzen. Stroom bijvoorbeeld kostte nooit eerder zoveel als nu. In ons land worden de lonen en uitkeringen automatisch aangepast aan het leven dat duurder wordt. Nu de zogeheten spilindex is overschreden, gaan de uitkeringen en de pensioenen in september met 2% omhoog. In oktober volgen de lonen van het overheidspersoneel. Ook in de privésector volgen de lonen de inflatie, maar de timing verschilt van sector tot sector. De spilindex is sneller overschreden dan verwacht en dat komt omdat de inflatie erg hoog is. Die bedraagt nu 2,76%, wat betekent dat het leven nu 2,76% duurder is dan een jaar geleden. Dat is vooral te wijten aan de hoge energieprijzen. Aardgas is nu de helft duurder dan augustus vorig jaar en staat nu boven het hoge niveau van 2018.
Elektriciteit is nu zo'n 17% duurder dan een jaar geleden. Daar liggen de prijzen op het hoogste niveau ooit. Het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo geeft ondernemer Mark Koeken en het Nederlandse investeringsfonds Waterland 30 dagen de tijd om 350 miljoen euro te betalen. 266 miljoen euro schadevergoeding, aangevuld met de rente en de procedurekosten. Koeken en Waterland zouden bewust belangrijke informatie hebben achtergehouden bij de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo in 2015. De Belgische arbitragerechtbank besliste vrijdag dat de schadevergoeding betaald moest worden. Stefan Rombout van onze economische redactie. Ja, die schadevergoeding die was dus al bekend sinds vrijdag, maar de arbitragerechtbank gaf de reden niet echt mee. Maar intussen wordt wel duidelijker dat het wel degelijk gaat om een misleidende verkoop, toch? Ja, dat is wat Perrigo beweert in een persbericht. Zij zeggen dat in de uitspraak van die Belgische arbitragerechtbank staat dat Koeken en Waterland de Amerikanen, en ik citeer, opzettelijk misleid hebben door middel van frauduleuze handelingen en nalatigheid. Nu, dat woord frauduleus moeten we niet meteen begrijpen als een vorm van valsheid in geschriften. Het zou er meer op neerkomen dat de Amerikanen van Perrigo Omega Pharma nog altijd zouden gekocht hebben, ook als ze betere informatie zouden gehad hebben over het bedrijf, maar dan wel aan een veel lagere prijs. Heeft Mark Koeken al gereageerd? Nee, Koeken die heeft nog niet gereageerd. De Nederlanders van Waterland die doen dat wel. Zij zeggen dat ze in deze zaak altijd ter goede trouw hebben gehandeld. En ze wijzen er toch fijntjes op dat die schadevergoeding van 266 miljoen euro maar 15% bedraagt van die grote oorspronkelijke claim van Perrigo. Die schadevergoeding die zal trouwens netjes verdeeld worden tussen Koeken en Waterland volgens het deel dat ze van Omega Pharma in handen hadden. Dat is ongeveer elk de helft. En die schadevergoeding betalen binnen de 30 dagen, binnen de maand, dat is blijkbaar voor beide partijen geen enkel probleem. Oké, dan. Dankjewel, Steven. Het aardappelverwerkend bedrijf Agristo werft 100 nieuwe mensen aan, grotendeels voor zijn vestiging in Wielsbeke. Agristo is niet het enige bedrijf uit de sector dat meer personeel nodig heeft. Ook anderen kwamen de voorbije jaren met gelijkaardige berichten. Ze breiden uit omdat er internationaal meer en meer vraag is naar Belgische frieten. De laatste jaren zijn er in ons land heel wat aardappelverwerkende fabrieken als deze bijgekomen. Ook Agristo in Wilsbeke breidt uit met een derde productielijn. De Europese markt blijft groeien en de mensen willen meer dan een klassieke diepvriesfriet. Dat zijn eigenlijk allemaal aardappelproducten, diepgevroren aardappelproducten, maar iets specialer in de zin dat we meer inspelen op de trend van iets gezondere producten, ook producten voor in de oven, zoete aardappelfrieten bijvoorbeeld. Dus niet meer puur de standaardfriet, maar eigenlijk iets specialere frieten, toegevoegde waardeproducten. Deze grafiek toont de groei van de aardappelverwerking in de laatste 30 jaar. In die periode is de sector 10 keer zo groot geworden. En een van de redenen van het succes is de plaats waar de aardappelen groeien. Het bruine goud zit hier in de grond. Wij hebben het perfecte klimaat, het gematigd zeeklimaat. Toch in de normale jaren. In normale tijden hebben wij eigenlijk regen het ganse jaar door op een gematigde manier. En normale tijden is dat eigenlijk heel goed samen met de grond natuurlijk en de expertise die er ook mee in de grond zit. Driekwart van wat we verwerken wordt geëxporteerd naar heel West-Europa. Maar de vraag stijgt en extra landbouwgrond is er niet. Toch gelooft de sector dat groeien nog kan. Door eigenlijk nieuwe technieken, innovatie, duurzame technieken, energie-efficiënte technieken, kunnen wij dat eigenlijk nog altijd heel duurzaam van hieruit exporteren. Ook in Azië worden meer en meer diepvriesfrieten gegeten en ook daar kunnen onze bedrijven nog groeien. De aardappelen daar kweken en verwerken zou logisch zijn, maar dat lukt op dit moment niet. Alleen het verbouwen daar gaat nog niet zo goed, omdat ze natuurlijk niet die 500 jaar expertise hebben die we hier wel hebben. Ook een ongunstig klimaat. Het is ofwel te nat, het is ofwel te droog, het is ofwel te hoog of te laag. Hier is het perfect en vandaar ook dat de aardappelsector hier zo goed boert. Graaf Henri Dutkem d'Acot is overleden, de oom van koningin Mathilde en meer dan 10 jaar lang burgemeester van Poperingen. Toen Mathilde Dutkem d'Acot voorgesteld werd als verloofde van toenmalig kroonprins Philip, was oom Henri een tijd lang de spreekbuis van de familie Dutkem d'Acot. Later kwam hij in opspraak omdat hij verwikkeld raakte in enkele rechtszaken. Henri Dutkem d'Acot is 87 geworden. Ja.
افغانستان و بازم این راکت پراگنی های نهای قبلی باز تکرار می شود. ولی خاطر مردم هم کم ترسیده و وحشت زده هستند. ولی برحالش میکنم. Zeker 5 raketten zijn vanmorgen afgevuurd op de luchthaven van Kabul in Afghanistan. Het Amerikaanse luchtafweersysteem onderschepte de raketten. Daardoor is er wel schade in een wijk naast de luchthaven, maar zijn er geen slachtoffers. Morgen vertrekken de laatste Amerikaanse troepen uit de luchthaven en vanaf dan zijn er voorlopig geen evacuaties meer mogelijk. Een Amerikaans legervliegtuig vuurt tijdens zijn landing op de luchthaven van Kabul zogenaamde flares af om zich te beschermen tegen mogelijke warmtezoekende raketten. De Verenigde Staten zullen nog tot morgen in Afghanistan evacuatievluchten uitvoeren. Daarna zeggen de Taliban dat zij meer rust en veiligheid op en rond de luchthaven zullen brengen. De Marat Askario, de Mohammadi Karwan, Kabul walayat ke de mungal khana is mushkil ne de peksevi mung se komo jayat dakhil sevi. De terreurgroep ISK eist ondertussen de raketaanval op waarbij vanmorgen vanuit een auto 5 raketten afgevuurd werden op de luchthaven van Kabul. Het Amerikaanse luchtafweersysteem trad in werking, er vielen geen slachtoffers. En gisteren voerden de Amerikanen ook al een droneaanval uit op een auto waarin ISK zelfmoordterroristen zaten. Bij die droneaanval vielen volgens Afghaanse bronnen ook burgerslachtoffers. Ondertussen heeft Buitenlandse Zaken laten weten dat er de afgelopen dagen 2 Belgen gewond zijn geraakt in Afghanistan. Eén van hen bij de grote bomaanslag van donderdag. Die persoon ligt in het ziekenhuis van Kabul. Het wordt voor Belgen die nog in Afghanistan zitten alsmaar moeilijker om er weg te raken. Sommigen proberen nu om over land Pakistan te bereiken. Afghaanse vluchtelingen aan de grens met Pakistan voelen zich het slachtoffer van diplomatiek getouwtrek. Zolang ze geen officieel document van de Pakistanse overheid of een geldig visa hebben, mogen ze de grens niet over. Ook een Belg met Afghaanse roots getuigt anoniem dat hij met zijn vrouw en kind daar vastzit. De plaats is ook niet veilig voor mij. Ik heb niks genoeg eten en niks. Ik heb geen water. Dus alsjeblieft, help mij. De afgelopen dagen reizen verschillende Afghanen uit België naar de Belgische ambassade in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Ze hopen op diplomatieke steun om hun familie uit Afghanistan te krijgen. Wij weten niet hoe kan onze familie hier brengen. Omdat de weg van Pakistan is helemaal dicht en ook gevaarlijk. In Afghanistan is hij ook gevaarlijk, in de weg is ook gevaarlijk. En we hebben echt stress, wij kunnen niet goed slapen. En we hebben echt hulp nodig van België. De Belgische ambassade blijft de toestand opvolgen, maar heeft voorlopig nog geen concrete oplossing voor wie vastzit aan de Afghaans-Pakistaanse grens. In het zuiden van de Verenigde Staten is orkaan Ida nu afgezwakt tot een tropische storm. Ida kwam aan land vanuit de Golf van Mexico, waar ze aan kracht had gewonnen, en beukte met volle kracht in op de staat Louisiana, vooral op de stad New Orleans. In de hele stad en bij de omgeving is de stroom uitgevallen. Dat betekent dat 1 miljoen gezinnen geen elektriciteit hebben. Er wordt voorlopig melding gemaakt van 1 dode. Satellietbeelden laten zien hoe de orkaan langzaam de kustlijn van Louisiana nadert. Enkele minuten later komt hij aan land. A couple of hours ago, Hurricane Ida made landfall officially at Port Fouchon as a Category 4 hurricane with sustained winds of 150 miles per hour. As predicted by the National Weather Service, this is one of the strongest storms to make landfall here in modern times. Zo ziet het eruit aan de kust, en dan moet het ergste nog komen. De orkaan baant zich een weg over het zuiden van de staat Louisiana naar New Orleans. Hij laat een spoor van vernieling achter. Intussen zijn de straten van de Big Easy New Orleans compleet uitgestorven. Tienduizenden zijn de stad ontvlucht. Anderen hebben een schuilplaats gezocht in een hotel. So we tried trains, we tried rental cars, we tried planes, but there's 7 of us, so we gotta it's all or nothing. We're not leaving anyone behind. En dan valt midden in de nacht het licht uit. Without power, that creates opportunity for some. And we will not tolerate that. We will implement our anti-looting deployment
to ensure the safety of our citizens, ensure the safety of our citizens' property. Vanochtend konden de inwoners van New Orleans zien dat de maatregelen na de verwoesting van orkaan Katrina in 2005 de stad deze keer voor het ergste hebben behoed. Toch is de schade aanzienlijk. Katrien, het gaat zeer goed voor de Belgen op de Paralympische Spelen in Tokio. Alweer enkele medailles erbij. Ja, we zitten intussen aan 7 in totaal, Annelies. Vandaag heeft ons land 2 medailles gegrepen. Brons en goud in de paradressuur. Voor het goud zorgde Michelle Georges. Ze maakte haar favoriete rol weer helemaal waar met haar jonge Mary Best of 8. Na de individuele oefening won ze ook de vrije kuur. Het is voor Georges dus het tweede goud in Tokio. En het is in haar carrière al haar 6e Paralympische medaille. Haar 5e goud. Michelle Georges komt tijdens de finale als 8e en laatste in actie. Ze heeft al een gouden medaille op zak, maar lijkt toch gespannen. De Nederlander Frank Hosmaer zette dan ook een topscore neer met meer dan 80%. Als ze goud wil, Michelle Georges, zal ze daar overheen moeten, over de grens van de 80. Maar eens de muziek start, lijkt er van stress geen sprake meer. Mooi op het ritme volgt haar paard met de passende naam Best of 8 de instructies perfect op. Kijk eens hoe die overgangen gaan. Dat moet er helemaal in getrild zitten. Ondanks de moeilijke omstandigheden met opnieuw een drukkende hitte, houdt Georges het hoge niveau vast tot het einde. Knap hoor, deze oefening. Geweldig gedaan. En wat gaat het daar opleveren? Wel, ze doet net iets beter dan de Nederlander. Het verschil is nog geen 0,5%, maar het goud is wel voor Michelle Georges. In totaal heeft ze nu al 6 Paralympische medailles. Het is inderdaad te gek. Het is te gek, echt waar. Men droomt wel eens. En ik ben de eerste om te zeggen, men moet durven dromen en erin geloven. En dat is eigenlijk het bewijs dat dromen, als je er genoeg in gelooft, kunnen uitkomen. Ik ben super tevreden. De Mary heeft een ongelooflijke job geleverd. Ik mag niet zeggen boven alle verwachtingen, want ik weet welk potentieel er in de meid zit. Maar op zo'n kampioenschap met zoveel onvoorziene omstandigheden waarop je niet kunt voorbereiden, ik vind het een puikenprestatie van haar. Echt waar. Ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos zelfs. Dubbel goud dus in Tokio voor de ervaren Michelle Georges. In een andere klasse van de paradressuur was er brons voor Manon Claes, haar 2e brons. Claes, een pupil van Georges, neemt voor de eerste keer aan de Paralympische Spelen deel. Vorige week werd ze al 3e in de individuele oefening met haar paard Sam Dior. En vandaag staat ze weer op het podium. Dolgelukkig en tot haar eigen grote verbazing. Want na haar kuur is Claes ervan overtuigd dat ze als 4e eindigt. Zet bos. Manon, je onderschat jezelf compleet. Je hebt brons. Ik ben in shock. Leef me een keer of geef me een keer de slag met die stok, want dat kan niet. Onwaarschijnlijk, hè? Ja. Dus je hebt het toch beter gedaan dan de Braziliaan? Ja. Dus nu ga je naar huis met 2 bronzen medailles. Ja? Godverdikke. Ga ik kilo's moeten bijbetalen op de luchthaven? Ik ben zeer blij met mijn bronzen medaille, laten wij zo zijn. Ik geloof het nog niet. Ja. Ik was ervan overtuigd dat ik 4 was. Maar ziet, het is maar over, het is over. Ja, ik weet het niet. Tot zover de Paralympische Spelen. Op een paar plaatsen in ons land zijn er rouwregisters geopend voor Jacques Rogge, de voormalige voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. In Deinze hangen de vlaggen aan het stadhuis Halfstok. Wie dat wil, kan een boodschap achterlaten in een boek. Decennia lang woonde Jacques Rogge in Deinze samen met zijn gezin. Gisteren is hij overleden. Hij werd 79. De internationale en Belgische sportwereld rouwen. Ex-directeur van het BOIC, Eddy de Smet, kende Rogge goed. Als een warm mens, een integer mens. Discreet, bescheiden. Ik denk dat er alleen maar superlatieven kunnen bovengehaald worden voor Jacques Rogge. Hij had altijd oog voor de zaak, dus hij was heel,
Hij kon heel analytisch gaan diagnose stellen, vanuit zijn beroep ook. En anderzijds dat toch op een zeer menselijke manier overbrengen. En ik denk, of je nu de vraag aan mij stelt of aan andere atleten of ex-coaches, dan gaat iedereen zeggen van oké, hij respecteerde ons en hij stelde altijd de atleet voorop. En zo zal ik hem altijd blijven herinneren. De wielerronde door Nederland en België. De Benelux-tour is van start gegaan met een tumultueuze waaierrit in Friesland. Tim Merlier won, hij zat mee vooraan en hij was de snelste in de spurt. Merlier is ook de eerste leider. Remco Evenepoel, een van de grote favorieten voor de eindzege, verloor bijna een minuut. Evenepoel had materiaalpech. Pech voor Evenepoel op 29 kilometer van de finish. Op dat moment rijdt hij mee in de kopgroep. De materiaalman probeert meteen het achterwiel te vervangen. De mechanicien van de neutrale wagen krijgt het voorwiel niet meteen los. En hij moet nadien nog een nieuw wiel gaan halen bij de wagen. Evenepoel is boos omdat het niet snel genoeg gaat. Hij zal bijna een minuut verliezen op de winnaar. Ook gevloekt bij Sagan. Hij zit in de tweede waaier en komt daar ten val. Het is zijn eerste koers na zijn knieblessure die hem deed opgeven in de Tour. Opnieuw pech dus. Vooraan in de wedstrijd laten ze het niet aan hun hart komen. In het noorden van Nederland, in Dokkum, wordt er gespeurd voor de zege. Het is Tim Merlier die wint voor Bauhaus en Hodig. Na de aankomst gaat Evenepoel verhaal halen bij Gianni Vermeers. Die reed blijkbaar tegen zijn wiel. Matje, ik zit gewoon in de groep. Hij komt 2 minuten schuin in de groep. Hij moet niet weglopen, zeg. Je moet die fout doen bekennen. Waar ga je nog lachen in een bakken of wat? De gemoederen liepen hoog op. En dan naar het voetbal. De Rode Duivels verzamelen in Tubeke voor de eerste keer sinds hun ontgoochelende EK. Ze werden al uitgeschakeld in de kwartfinales. De Rode Duivels bereiden zich nu voor op de komende 3 WK-kwalificatie interlands. Donderdag spelen ze in Tallinn tegen Estland. Zondag ontvangen ze Tsjechië. En woensdag nemen ze het in Kazan tegen Wit-Rusland op. Met 7-9 zijn de Belgen in het voorjaar goed aan de WK-voorronde begonnen. En ze willen minstens doorgaan op dat elan. Ze willen geen punten meer verliezen. Dat is zeker het doel. Langs de andere kant hebben we ook al die goede uitgangspositie. Dat een 7-9 ook niet per se slecht hoeft te zijn. Maar wij als België, zoals in elke wedstrijd, gaan om te winnen. En, ja, het zijn op papier misschien niet de meest sexy wedstrijden, maar wel heel belangrijke wedstrijden voor ons. In onze competitie heeft Racing Genk de topper tegen Anderlecht gewonnen met 1-0. Genk is naar de 4e plaats geklommen. Anderlecht voetbalt niet slecht, maar het heeft pech bij de afwerking. Voor de rust raakt Howard Bellis de paal. En ook na de rust komt de verdediger dicht bij een doelpunt, maar zijn kopbal belandt tegen de lat. In de 87e minuut dan een mooie aanval van Racing Genk en nieuwkomer Oegbo scoort. Bij zijn eerste invalbeurt is het raak voor Oegbo. 1-0 voor Anderlecht en trainer Vincent Kompany is dat na de Europese uitschakeling tegen Vitesse opnieuw een tegenvaller. Het is een cultuur van winnen, dus als er niet gewonnen wordt, dan kan je wel verwachten aan druk. Maar nogmaals, als coach, wat je niet zozeer in de handen hebt, is altijd het resultaat. Maar wat je wel in de handen hebt, is de progressie van de groep. En daar moet ik vandaag al mijn tijd in steken. Een historisch moment. Lionel Messi heeft voor de eerste keer een ander clubshirt aangetrokken dan dat van Barcelona. De Argentijnse superster debuteerde voor het Franse Paris Saint-Germain. Met PSG won hij op het veld van Reims, de club van Wout Vaas en Thomas Fouquet. Messi viel in de tweede helft. En iedereen was onder de indruk. Niet alleen de fans, ook de tegenstanders. Wat een weelde bij Paris Saint-Germain. Neymar en Mbappé starten. Op de bank zien we Donnarumma en Lionel Messi. De nieuwe god van Parijs begint als reserve. Hij ziet zijn nieuwe ploeg voor het kwartier op voorsprong komen. Mbappé laat zich door de transferperikelen niet in de war brengen. Hij is nog niet van Real Madrid, dus scoort hij voor PSG.
En dat doet hij later nog eens. Nog een nieuwkomer. Hakimi brengt de bal perfect voor. Reims tegen het canvas 0-2. Het pad is geëffend. De keizer mag het veld betreden. Al is in het volgende half uurtje vooral duidelijk dat de Argentijn nog wat matchritme mist. Meest opvallend is dat hij na de match opnieuw verandert in een van de meest populaire Parijse trekpleisters. De doelman van de tegenpartij beseft dat dit een historische match was. Zijn zoontje mag met Lionel Messi op de foto. Mooi. Tot slot hebben we volleybal. Het EK zit erop voor onze Yellow Tigers. Ze zijn gestrand in de achtste finales. De Belgische vrouwen moesten het opnemen tegen Italië. En dat topland was zoals verwacht te sterk. De Tigers konden de vice-wereldkampioenen wel één set afsnoepen. Italië won met 3-1. Op papier zijn de Yellow Tigers in het rood kansloos tegen Italië, maar dat hebben ze wel aan zichzelf te danken. Want doordat ze hun laatste groepsmatch verrassend verloren van Frankrijk, moeten ze nu al tegen één van de favorieten spelen. België kan in de eerste set maar even gelijke tred houden. Italië haalt het met duidelijk verschil 25-14. Bondscoach Gert van den Broek zoekt oplossingen en vindt die ook in de tweede set. De Tigers lopen tot 4 punten uit en voelen dat er iets mogelijk is. We pakken echt die set nu, hè? En dat lukt ook, die set pakken. Setbal België en de bal gaat buiten. De Tigers pakken de tweede set met 25-23. Italië, de vice-wereldkampioen, is nu wel helemaal wakker en wint set 3 met 25-17. België speelt zonder sterkhouder Britt Herbots en kan ook in set 4 geen vuist meer maken. Bij 24-12 kan Italië het afmaken en de eerste matchbal is meteen de goede. Italië wint met 3-1 en gaat naar de kwartfinales. De Tigers zijn uitgeschakeld en kunnen van dit EK vooral de stuntzege tegen Rusland onthouden. Ja, tegen Italië werd het geen stunt. Annelies, vanavond is er op 1 ons Paralympisch magazine en op Canvas Voetbal met Extra Time. Dankjewel, Katrien. Koebelgerinkel in de Zwitserse Alpen. Zoals elk jaar eind augustus komen duizenden koeien weer naar beneden van de hoger gelegen Alpenweiden. 7 weken hebben ze daar mogen grazen op bijna 2000 meter hoogte. De urenlange tocht terug naar het dal markeert het einde van het zomerseizoen voor de dieren. Voor koeien die gewond zijn geraakt en niet meer op eigen kracht naar beneden kunnen, hebben de boeren een helikopter ingeschakeld. Een vlucht waar de dieren merkwaardig rustig onder blijven. Einde van de zomer voor de Zwitserse koeien. Voor ons komt er nog wat zomerweer aan. Vandaag was het wisselvallig en waren er buien, maar de rest van de week ziet er beter uit. Vannacht wordt het stilaan droog met op veel plaatsen lage wolken en in de Ardennen enkele mistbanken, minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen krijgen we ook opklaringen tussen de wolkenvelden door. Het blijft meestal droog en we halen 22 graden. We openden het journaal met een actie voor meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Op meer dan 10 plaatsen in Brussel en Vlaanderen hebben actievoerders kruispunten bezet. Het was heel fijn dat u keek. Ik zie u graag morgen terug. Tot dan. Vandaag de dag in de stad neemt de auto zoveel ruimte in, zorgt voor zoveel ongevallen. Het voornaamste is dat autodoorstroming niet langer heilig is, maar dat wel verkeersveiligheid eigenlijk centraal komt te staan. En Antwerpen heeft de doelstelling om tegen 2030, over 9 jaar dus, de helft van alle verplaatsingen die in en rond Antwerpen gebeuren, nog met de auto te doen. En dus de andere helft moet op een alternatieve manier gebeuren. En er is nog wat werk aan de winkel. Er is veel verricht, maar er is nog echt veel werk aan de winkel. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.